Hey Preun, ik had even een vraagje. Ik denk al dat je het weet, maar toch. Weet jij wat AFCO's zijn? AFCO's, nou, afkortingen? Nee, AFCO's, inderdaad, afkortingen. We kennen ze natuurlijk wel, generatie Z. Smijt ermee. Ja. Echte lawa, ofwel lange wandeling, HDP, heerde de perli. Maar laatst hoorde ik toch een afkorting en toen dacht ik echt... Het is niet goed. Nou, dit kan gewoon niet. Nee, okay. Echt. Ja, vertel. Bizar gewoon. Chemo. Als in gewoon chemokuur, maar dan kort chemo. Nou, er zaten een paar meiden zaten dus op het terras. Ja? En toen zei een van die meiden van... zullen we vanavond dit gaan doen? En toen zei die andere... Oh, chemo. Ze ging het even opzoeken. Wat? Gezelli mozzarelli. Doe normaal. Gezelli mozzarelli. Nou echt serieus, dit niet kan gewoon niet. Gen Z, hier vanuit een millennial, dit gaan we niet meer doen. Nou, maar je kunt toch niet zeggen chemo en dan op een hele leuke manier daarnaar verwijzen? Dat kan niet. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben het hier niet mee eens. Heb jij nog een paar van die AFCO's? Ik heb echt een aantal hele leuke. Moet je even inbeelden, jij bent even de man. Ja. En ik zeg tegen jou, hey Imke, doe even je brolo. Wat zeg ik dan? Je brolo? Doe even je brolo. Brolo. Broek? Nee. Ja, wel, bijna. Doe even je broek los. Broek? Doe even je broek los. En als ik dan daarna zeg zo... Oeh, volgens mij lijkt jij een beetje aan KPS. Klein piemelsyndroom. En dan zeg ik daarna... Ach, schat, heb je KPS? Ach, heb je KPS? En dan zeg ik daarna ook nog... Oh, en je ook een beetje een baby-o. Bierbuik in opleiding.